lost and growing old. Dat vond ik prachtig. Ik heb het al gevoeld dat alles wat je gedaan hebt, mislukt is. Dat alles om je heen aan het rotten is. En dat je ook mee aan het rotten bent. Ook in dit lieve land van ons bestaat een horde jonge mensen die Johnny Rotten's credo No Future graag voor waarheid aannemen. Om daar niet aan te hoeven denken, kan je op en vallen. Non, pour moi, No Future, ça veut dire qu'on espère rien, quoi, tout le bazar. On est là, si quelque chose se passe, ça se passera. S'il n'y a rien qui se passe, ben, il se passera rien. C'est ça, quoi. Horen omdat je nergens bij hoort. Hoe voel je je als je daar een kind van bent? Wat vinden jullie van de toekomst? Nee. Toekomst. De wereld wordt een concentratiekamp. Hè? Ah ja, dat is juist. Alles wordt een concentratiekamp. Je wordt overal gefilmd. Nu ook, maar dat is... Als je dingen gaat, in de magazijn gaat, staat in de metro... Gaat uit, flikken houden eens tegen voor passencontrole en zo. Allee, je kunt geen stap zetten of ze moeten weten wat dat je doet en zo. En dan ook nog, mij maakt het niet wijs dat ze die bommen en zo niet voor niks maken. Ze gaan dat toch niet maken om juist af te schrikken. Zo. Ze gaan misschien geen atoom over smetten, maar ze nog zo'n paar... Toekomst is, dat moet dat van de jeugd komen, van de punkers. Dat zegt Johnny Rotten toch. Iemand vertelde ons ook dat hij ontzettend in zijn maag zat met die bom. En in mijn achterhoofd maakte ik toen toch de reflectie dat dat de problematiek van de hippies was en zo, bandenbom en al dat soort dingen. Ja, maar wij zagen daar niet over, hè. Allee, bij ons, allee, ik weet niet wat die hippies hadden, die dachten precies nog dat ze dat konden veranderen. Ja. Maar dat denken we, allee, het is zo hopeloos geworden. Als je het enige dat je nog kunt doen is shockeren en de mensen, iedereen slaapt en zit op zijn gat en Verwijt nummer 1 aan de andere is dus totale apathie. De oudjes, en daarmee wordt iedereen boven de 25 bedoeld, hebben zichzelf in slaap gesust. Zij dulden niet dat hun pogoende broertjes en zusjes hun ongenoegen uitschreeuwen over de wereld waar ze straks verondersteld worden in te leven. In Engeland met zijn sterke jeugdwerk bekropte wanhoop eind 76 een eigen taal. Synoniem voor een bijna elementair geladen muziek, maar snel ook noemer voor een nieuwe tegencultuur. En wie weet, een nieuw soort mens. Het klimaat is toch duidelijk erger in Engeland dan hier. België is in feite nog een rijk land. België rijk? Iedereen is hier werkloos. Hè? Als je gedaan hebt met studeren, zijn ook werkloos. Hè? Dat is gelijk in Engeland zeker. Als je hier naar de Walen gaat, dan is het zoals in Engeland. Veel dat sociale heel erg deur binnen. Het punk is een beweging. Hè? Het is muzikaal plus dat er iets achter steekt. Dat is, het is ontstaan uit... Uit de grote reactie tegen de jaren 60 is het zo. Maar toch ook? Muziek is voornaamste. Voor mij toch. Ja, muziek is natuurlijk een grote basis. En muziek als reactie tegen iets? Of muziek helemaal op zichzelf? Muziek is
Dat is zeker als de reactie tegen iets, weet ik. Als de reactie tegen iets, maar met het feit dat er verveling is, dat heeft ook zijn oorzaken in andere. Mooi, lekker en leeg. Zowat een robotfoto die de punks van zichzelf gemaakt hebben. Maar ook voor een punk duurt een dag 24 uur en die moeten gevuld worden. Of hard zwoegen in de praten, eten, drinken, lachen, wenen. Inderdaad een beetje zoals iedereen, even onzeker als jij en ik. Maar wel met die doemgedachte in het hoofd dat er allemaal niets meer aan te doen is. Kun je eens beschrijven hoe een dag zich van jouw leven zich afspeelt bijvoorbeeld? Aan DSL sta ik. Dus ik sta op, een kwartier voordat tijd is om te gaan stempelen. Ik spurt met mijn fiets naar het dorp. Ik stempel, een keer terug. Ik maak een beetje eten. Manger le magasin, je peux peindre, mais sinon avant ça, je me levais assez tard, quoi, du fait que je fais ce que j'allais boire un verre au café du coin, des trucs comme ça. Allez, c'est toi, il te met là. Attends, ici, il vient. Attends, laisse-moi. À part la J'aime un peu la musique, il n'y a pas un seul des petits groupes qui peuvent jouer dans des petits clubs comme ça de temps en temps, comme il n'y a rien qui est ouvert tous les jours. Quoi. Luister naar de die zeggen dat alles gedaan was en dat vroeger beter was.
En ons ambeteren, hè. Ook die Tête aux Sens, dat was altijd dezelfde muziek. In Agada da vida, tu. En dan dat ding daar van Get Ready. Plezant zijn pogo, dat moet je doen. Het is slecht. Stalen begonnen voor de muziek. Dus gedaan met al die overdrijven, spelletjes die je niet kon doen. Ook omdat je die salons er niet voor had. Dus en eigenlijk krijgen we de kans voor terug het simpel. Krijgen we de kans voor. En je ziet de reacties in Tijlen Mystiek hebben ze van A tot Z Engelse groepen gegeven. Dat waren andere groepen. Dus je ziet dus dat er groepen uitkwamen dat het terug heeft gebeurd. Terwijl dat er jaren altijd dezelfde groepen waren die ze tegen. Dus in dat was wel voor ons het nieuws dat we echt geen schrik moesten nemen op het podium om te spelen waar we maar konden. Dus niet meer beschomd zijn omdat je ze gewoon niet kon spelen als een ander. En dat was alles. Dus gewoon niks aantrekken en aan de zijde op het podium. Het oude cliché dat muziek de zeden verzacht, wordt herschreven tot muziek verzacht de pijn. En wie zelf muziek maakt in plaats van er passief naar te luisteren, snijdt de zo gevreesde verveling iedere dag een beetje meer de pas af. Hier repeteren de Mistress. Zij vinden zichzelf geen punks, maar ze staan wel volmondig achter die beweging. Maar laat ons zeggen dat wij jonge gasten zijn die hedendaagse muziek maken. En die veel van muziek kennen, die gewoon muziekfans zijn ergens. Iets wat dat vroeger niet bestond. Allee, kom, vroeger. Dat was allemaal dikke zeven wat ik nu van zeg. Wij voelen ons wel ergens betrokken bij wat dat er dus het laatste jaar gebeurd is. Gewoon. Sound. Ja, jaren 60. Ja, veel vergeten. Dag. Dat wordt een gada mis. Klootzak. Komt geen muziek? Hey, zet eens een beetje verder, want er komt niks uit.
akkoorden. Er zijn dus mensen die punkmuziek alleen maar brutaal vinden, simplistisch, drie akkoorden en dergelijke verwijten mee. Ik vind dat dat niet waar is. Fijn, dat is te zien, hè. Ik vind dat als ik kom, drie akkoorden, dat heeft niks te maken met agressief zijn of zo. En trouwens, dat mag. Mm-hmm. Enfin, ik heb daar in feite weinig over te zeggen. Mm-hmm. Ik vind dat toch dat zoiets bestaat, in feite. Weet je wat dat er is, hè? Nu zie je dus dat er mensen die in dezelfde situatie zitten dan jij, dat die even goed platen maken en dat die even goed kunnen bekend worden. Dus met een minimum aan middelen. Ja, als men het ritme bekijkt, aan het ritme dat er nu groepen opgericht worden en zo, dat er nu kan gespeeld worden, dan blijkt inderdaad wel dat we uit die impasse zijn. Het is natuurlijk nog te bekijken of dat die nieuwe beweging die nu in de muziek zit... ja, best zin. Of dat die nu ergens iets gaat oplossen of dat die zelf niet in diezelfde impasse gaat geraken, zou ik zo zeggen. Want op den duur wordt het misschien een vicieuze cirkel, maar mij kan het niet schelen. Ik zie groepen optreden, ik zie mensen bewegen. Eindelijk, in plaats van stokstijf in stoelen te blijven zitten en zo, er gebeurt gewoon iets. Er zijn dus groepen die zich duidelijk zelf distancieren van het hele punkgebeuren. Alhoewel ze er door sommige bijgerekend worden. Ik zou het als voorbeeld kunnen geven. Talking Heads misschien. Nee, dat is inderdaad juist. Omdat die hele toestand die gaat dus terug naar één bepaalde sfeerschepping. Hè? Dus dank je, Mark. Die gaat dus daarnaar terug. En daar zijn inderdaad groepen die daarvan iets kunnen meepikken dus. Die nu op dit moment succes krijgen. En dat vind ik natuurlijk positief. Als je zo'n groep ziet als Talking Heads, dat is dus... Die hadden het nooit voordien kunnen doen, hè, gelijk als ze nu deden. Die profiteren eigenlijk mee, terecht hoor. Maar die konden dus 2 jaar geleden niet het muziek brengen dat ze nu brengen. Omdat de sfeer ook veel opener is, hè. Want Talking Heads is nu niet onmiddellijk de super energiegroep en waar dat je 100% op kan dansen, maar het is heel erg goede muziek. What a little faith can do. I was complaining, I was...
kitchen, and then you pull. Like it or not, I don't know, but you have been associated with punk and new wave. Do you see yourself as some part of that movement? Or? I think in the specific sense that people associate safety pins and things with punk, I think we're quite different. But I think we do share some attitudes in common that we grew up playing with playing for an audience. We're not studio musicians, and we believe in keeping in contact with our audience. And I think we share some of that, but our music is quite different from what people usually associate with punk. It's also that punk has come to mean something very violent, usually, and we really aren't that. You know, it's not the only attitude we express, whereas many bands, it seems that they only show anger in their performance. Zou iemand die er doodgewoon uitziet eigenlijk ook punkmuziek kunnen maken? Ja, dat wel natuurlijk, maar er is vooral, voor ons is dat ook geweest, dus gewoon voor de mensen te schokken, voor erop te wijzen dat er wel iets gebeurde. Dus dat niet de hippies waren en zo, en dat niet doodbloeiden en zo van alles, maar dat er iets neef was waar ze wel eens moesten in luisteren. En de mij, voor de echte vissen moeten wel opvallen. En de mij waren zo beginnen kleren en zo, en een beetje vaardig nooit gingen. Precies 10 jaar geleden kalkten de hippies Liever Lief en Peace op dezelfde muren waar de spuitbussen van de punks nu boodschappen als No Future achterlaten. De hippies en hun filosofie worden dan ook niet zozeer gehaat dan wel beklaagd om zoveel naïviteit, zoveel illusies. De twee vingers van de vrede zijn vervangen door een vuist. Lang haar door kort. Maar niks hoeft. Hoe je eruit ziet heeft geen belang. Maar saai en grijs is fout. Een beetje schokken mag. Dat is show, hè. De mensen toch mee schokken, hè. Anders krijgen ze meer wakker. Dan ben je allemaal te slapen. Dus het is een schokelement, een bewust gekozen schokelement. Ja. En dan zie ik schokelement. En het marcheert. Het is zo een manier om mensen van de groepen met elkaar te herkennen. Het is, Maar ja, het is plezant als je een punker tegenkomt en dat ik nog een dag zijn. Nog een punker. Allemaal vanaf. Zal. Mark, hebben er al mensen iets over die ketting rond uw nek gezegd bijvoorbeeld? Ja, dat is om te wijzen op. Dat staat in leeg goed. Dat is om te wijzen op het handleven dat we hebben. Hè. Op het feit dat we van kleins af allemaal drugsjes worden aangeleerd en zo, om handjes te geven en zoals een hond zo en andere mensen voor andere mensen te lopen en zo. Kunnen we misschien even blaffen? Ja, je kan heel goed aanmaken. Keuken. Kan heel goed kraaien. Ik denk dat het belangrijkste wat punk kan zijn is jong zijn en dat het volledig in het bloed zit. Als je wat ouder bent, dan moet je al van meer afstand doen en zo. Punk is niet alleen mentaliteit, hè. Punk is vooral de handeling. Ik bedoel, dat lef en zo, dat alles overboord gooien. En mensen van 21, die hebben al wat meer
gezond verstand. Spuwen in iemands gezicht of zo. Wat vinden jullie daar zelf van als iemand dat doet? Maar ja, hij zal zijn reden wel hebben. Ik voel daar minder voor, maar... Ja, maar ook op zijn publiek bijvoorbeeld. Misschien iemand die daaronder staat, die de groep goed vindt en die in zijn gezicht gespuwd wordt of die terugspuwt of zo. Ja, maar dat is gewoon iets doen dat vroeger nooit gedaan is geweest. Dus dat heeft geen charme, zo. Ja? Ja. Er zijn dus wel mensen die de houding agressief vinden. Die mensen voelen zich bedreigd waarschijnlijk. Ik bedoel, iets van hun waarde krijgt een kleine deuk. En dat staat een beetje kwaad bloed in. Dus maar, ik weet niet of dat direct iets met agressiviteit te maken heeft. Dus er is een heel groot show-element bij. Dus provoceren, dat is nogal uiterlijk. Zo. Maar het is nog niet altijd iemand zijn gezicht in kloppen omdat hij het er niet mee eens is. Er wordt in dansings meer gevochten dan in punkroeg, volgens mij. Maar ik kan wel reageren als mensen mij aanhappen. Ik kan wel in mijn tong uitsteken, wat ik vroeger niet deed. Hij kan mij omdraaien en meelachen. Dan zitten we dus wel helemaal buiten het vlak van de muziek. Dan is dus punk echt een levenshouding geworden. Of zich afzetten tegen bestaande waarden. Ja. Welke waarden bijvoorbeeld? Vooral de waarden die andere mensen elkaar aankleven. Zo. Fatsoen, dergelijke zaken. Die doorsneedinges, die clichétjes. Je bent iemand die zelf wil schrijven, die ook wel veel leest en zo. Kom je dan nooit in botsing met het anti-intellectualistische aspect van de beweging? Ja, maar ik geloof, ik geef dat aspect dan wel gelijk. Dus ik zelf voel mij te verstandelijk of zo. Tegenover mensen die dat helemaal kunnen verwerpen. Ik kan dat niet. Nee, maar ik voel mij daarom niet minder waardig. Hè. Dus... ik probeer dat bij mezelf een beetje te overdenken in hoeverre ik denk dat ik intellectueel ben en dat er mij remt in iets. En ja, daar een paar zaken aan veranderen, dat kan ook goed zijn. Wil je echt bewust anders gaan leven? Ik zelf heb mij dat voorgenomen. Maar ik geloof niet dat dat echt de vereiste is. Maar anderzijds komt dat dan ook weer vanzelf. Door als je iets begint aan te tasten, dan tast je jezelf ook voordeel aan. Dus als je andere dingen in vraag stelt, dan geldt dat voor jezelf eigenlijk ook. Dat is een normale gang van zaken, denk ik. Er zijn heel weinig punkmeisjes in deze streek. Wat ik heel jammer vind. En dus dat meisje-jonge verhouding, dat heeft nog altijd dat oude vormtje. En ik zou dat zelf er wel een keer wel af krijgen. Zo. Maar dat komt wel. Ik bedoel, een punkmeisje die reageert volledig anders dan een gewoon meisje die van thuis heeft geleerd dat ze naar de jongetjes moet knipogen en heil moet doen. En die in haar nestje lopen. Dus om het extreem te stellen, zou punk een wapen kunnen zijn in de vrouwenemancipatie? Ja, het heeft er heel weinig mee te maken. Hè. Het is dus veel... duidelijker, veel directer dan al die begrippen die met feminisme te maken hebben. Het is dus gewoon een verandering die van binnen komt. Iets dat ja, gezond is. Het is een andere manier om meisje te benaderen en zo. Een andere manier om jongen aan te spreken. Wat vroeger niet gedaan werd.
Ja. 6-0, c'est la shop, hein? Bon, il y a très peu de filles qui s'associent eux-mêmes au phénomène punk. Et tu te sens seule là-dedans ou... Non, pas du tout. Moi, je me sens tout à fait indifférent à ce truc-là. Je me sens bien avec les gens à qui je fréquente. Il n'y a aucune différence entre les garçons et moi. C'est exactement pareil. Je me sens tout à fait un garçon. Donc, c'est pas... Le jeu habituel de draguer et tout ça. Non, c'est ça. Ouais. Enfin, à certains moments, c'est plutôt le rôle inverse, mais enfin, ça, c'est... C'est ça, les moments perdus. Mais il y a non plus le facteur mode, etc. Il n'est pas très important pour toi. Oh non, pas du tout, certainement pas. Moi, c'est pas ça, quoi. C'est pas mon idéal d'être bien pimponné ou bien astiqué, tout ça. J'ai jamais pensé à faire l'inimaginable pour m'habiller ou pour plaire. Pour poser, quoi. Plutôt pour poser, parce que je sais pas si les filles le font dans l'idée de plaire, c'est plutôt pour poser, vraiment, quoi. Pour faire leur nez, c'est tout. Et c'est leur histoire, moi je fais la mienne, le reste, bon, j'en ai rien à foutre. Mm-hmm. Blondie, par exemple, elle est tout à fait dans le sex appeal des années 50-60. Hein. Oui, d'accord, elle a à voir avec la New Wave, ça c'est sûr, parce que bon, la musique... Enfin, c'est très 60, quoi, mais bon, Blondie, elle est comme elle est, quoi. Elle est. On sait pas changer. Si on la verra un jour comme ça, un autre jour autrement, ben, ce sera comme ça. C'est comme elle est, puis c'est tout. Faut pas essayer de chercher quelque chose. L'aspect musical de tout le truc, pourquoi c'est aussi important? Pour moi, la musique, c'est très important. C'est peut-être pour ça que je suis ici maintenant, c'est pour la musique. Et pour... L'idée qu'il y a dans cette musique, quoi, qui m'intéresse. Quelqu'un nous a dit que le punk, ça pourrait être un truc assez important dans... Enfin, pour un... Oh non, ça, pour je un grand si mot. Non, mais dans l'émancipation et tout ça. Il dit que chez nous, ça n'existe pas, la différence homme-femme, etc. C'est... De toute façon, moi, je vois pas ça, quoi. Ça me laisse tout à fait indifférent. Bon, merci. Het punkreglement telt twee wetten. Ten eerste, er is geen reglement. En ten tweede, iedereen doet gewoon zijn zin. Niemand is uitleg aan iemand verschuldigd. Thank you.
sommige mensen denken dat punks fascisten zijn. Ja, maar ze moeten een keer de tekst leren. Ze moeten een keer Engels leren, lessen, de tekst leren verstaan en een beetje de gazette te lezen. Hè, want de gazette juist niet, want als de, ja, maar ja, al die muziekbladen willen die mekken. Als de Clash gaat vechten tegen het Nationaal Front in Engeland, dan is het absoluut geen fascisten. Hoor. Nee, ik snap niet voor waar dat komt. Echt. Dat snap ik ook. Er zijn een paar groepen die dat ooit gedaan hebben als, ja, om te chockeren en daar hebben ze opgeblazen tot en met. Maar van al die Engelse punkers die tegen de fascisten zijn gaan betogen, hebben ze over gezwegen en zo. En... Ja, maar dat krijg je ook in Brussel. Dat krijg je wel dikwijls op je gezicht van het Nationaal Front van de VN. Van het Jongerenfront. Van het Jongerenfront. Het Jongerenfront heeft al punkers afgeslagen in Brussel. Ze weten wel waarom ze tegen de punkers zijn. Zij zijn dus wel goed op doogte, beter dan de pers. Hè. Maar de dingen. Ja, nu ben ik het vergeten wat ik wou zeggen. Maar dus waarschijnlijk is de verwarring begonnen toen Johnny Rotten hakenkruis droeg of zo. Maar dat, ik snap het niet, want hij had er juist. Ik zie nog altijd die foto, hij had dat hakenkruis. En het portret van Karl Marx omgekeerd op diezelfde vest. En ja, er is genoeg Destroy boven geschreven en zo. Dus dat de verwerking was zodanig dat er zelf fascisten kwamen kijken naar zijn concert. Ah, nu weet ik wat we zeggen. In Zondagsnieuws stond dat een artikel over zo zijn de punks. En dat was een vreselijk stom artikel dat we agressief waren en dat we tot niks meer in staat waren. Onze titels waren No Future en heel een Bataclan en nihilistisch. En het ergste was dus dat we zouden fascist zijn. En als bewijs een interview met Griet die dus een ding droeg, zo'n nakenkruis. En die zei zelf, ja, dat is mijn enigste manier nog om de mensen te chockeren. En in die zin had niet gesnapt van heel het gebeuren. There ain't no route you can choose to lose the two of us. Ain't nobody know when you're acting right or wrong. No one knows if we're always needing nowhere. Gonna keep on driving home with the road I'm on. And it's 2, 4, 6, saying never too late. Be my radio. If they put you under the label punk and new wave, does that bother you or is it okay? It doesn't bother us. I mean, a label is a label. Everybody puts labels on everything. I mean, you can't bite that. We have great admiration for the Clash and the Sex Pistols. Yeah. But it is a restriction in any way, because I think your music and your words are wider than what most punk and, yes, punk bands achieve, no? No. It's the same thing. The words are the same, you know? He's a punk. But if people say punks are fascist, Tom, what would you answer them? That's totally ludicrous. Punks stand absolutely against fascism. The fascism is merely patriotism run mad, taken to its most illogical conclusion. Patriotism where you kill everybody that doesn't belong to your country or to your particular set of people. The punks are anti-patriotic. Look at God Save the Queen and Johnny Rotten. The National Front, which is probably the most dangerous organization in Europe at the moment, has already said that Johnny Rotten is a human gorilla and a traitor to the white people and public enemy number one. The punks are absolutely opposed to fascism in all its forms. British police are the best in the world. I don't believe one of these stories I've heard about them raiding our pubs for no reason at all, lining the customers up by the wall, picking out people, knocking them down, resisting arrest as they're kicked on the ground, searching their houses, calling them queer. I don't believe that sort of thing happens here. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Pictures of naked young women are fun. Tidbits and Playboy, page 3 of the Sun. There's no nudes in Gay News or One magazine, but they still found excuses to call it obscene. Read how disgusting we are in the press, the Telegraph, People and Sunday Express. Molesters of children, corruptors of youth. It's there in the paper, it must be the truth. And sit back and watch as they close down our clubs, arrest us for meeting and raid all our pubs. Make sure your boys.
at least 21. So only your friends and your brothers get done. Lie to your workmates, lie to your folks. Put down the Queen's tell anti-queer jokes. Gay lips ridiculous, join their laughter. The buggers are legal now. What more are they after? Sing if you're glad to be gay. How efficient do you consider music in fighting those kinds of things? Very, very, very efficient. The biggest age group of people who support that kind of thing in England are between 16 and 18. Generally, people who've left school at the age of 15 and who are very impressionable, they grow up and they're told poisonous lies that black people are taking their jobs and things, and they believe it. And music is a very therapeutic medium to bring people together, break down people's fears of each other, and unite the people. The fist that we have on our logo is a fist of solidarity and togetherness and of strength, not a fist of aggression. Hoe komt het dat je eigenlijk u gaat groeperen in iets? Bijvoorbeeld paffen? Paffen staan niet. De paffen staan niet. Paffen heeft nooit bestaan. Paffen is geen groepering. De paffen is al lang zijn punker tegen het fascisme, maar dat is geen groepering. Ik ben een punker tegen het fascisme. En ik denk dat is al punker geen fascist. Dus dat is de afkorting van me. Punker, dat is een massabeweging van nog. Weinig massa's, maar veel beweging. Massa-beweging, maar allemaal verschillende allemaal mensen met verschillende. Denken niet allemaal hetzelfde. Hè? In tegenstelling tot wat uniforme kenmerken als leren jekkers en blinkende badges zouden kunnen doen vermoeden, bestaat er niet zoiets als de archetypische punk. Onder iedere jekker, achter elke badge, klopt het hart van een individu dat leeft en leidt als ieder van ons. Maar 's avonds is het feest. Dan dansen we pogo. Op toon gezette chaos. Anarchie. Mensen die we zeggen dat je nogal agressief overkomt, dus dat je spreekt naar iemand. Er zijn ook mensen die dat misschien vies vinden. Dan moeten ze maar niet van ver staan. Zijn niet. In de ballroom kwamen ze misschien, oftewel kwamen ze zingen dus, omdat ze het geren horen, of geren willen komen dansen, of anders kwamen zingen wat nieuwsgierig gaat. Maar als ze nieuwsgierig zijn, ze aan de dag erachter gaan staan, en als ze niet tijd kunnen, moeten ze niet komen zingen maar. Dus je geeft eigenlijk wel toe dat er altijd een kleine dosis agressie zit. Ik noem dat geen agressie, ik noem dat publiek oppippen. Of dat dan positief of negatief is, dat kan ik me niet schelen, zolang als we maar reactie krijgen. Dat is eigenlijk wat van ons. Een publiek dat is gewoon door niks doet, dat kun je niet volhouden als je als groep speelt. Allee, als waar speelt dat niet. Dat is niet voor ons te zien. Maar les gens de gueule dans la rue, stel punk ook wel, qu'est-ce que ça te fait? Je m'en fous. Mais tu n'as pas d'agression, tu vas pas leur taper dessus ou quoi, plus qu'ils ont de ça? Non. C'est pas dans ton caractère ou simplement tu trouves que ce serait ridicule de faire ça? Moi je trouve ça ridicule quoi. Je prends pas la même attitude que vis-à-vis de moi.
Mais ça peut, à part ça, ça peut quand même faire mal, le fond. Ouais, si on veut. Le seul truc qui m'emmerde, c'est avec Plastic Bertrand, quoi. Mm-hmm. Disons qu'au début, je trouvais ça marrant, quand même maintenant, ça commence vraiment à faire chier. Alles moet kunnen en alles moet mogen. Het enige waar de echte punk bang voor is, zijn de vangarmen van de amusementsmachine. Die is er eens te meer in geslaagd, iets wat in het begin eerlijk en vitaal was te recycleren tot verkoopbaar plastiek. Bonsoir, goedenavond iedereen. Je vais faire un long speech, mais quand même, il faut que j'attire votre attention sur certains points. On a vraiment tout fait pour que ce disque formidable, Sa plainte pour moi, devienne le succès que c'est devenu à ce jour. Et je peux vous annoncer, enfin vous confirmer, que ce soir, quand on a quitté les stocks, qu'on était à 138 045 tours et qu'on s'approchait des 20 000 LP. Alors, je suis sûr que pour la fin de la semaine prochaine, on aura atteint les 150 045 tours, Sa plainte pour moi. Maar hoe zou je zelf zijn? Als een manager met contracten staat te zwaaien en er een rode loper naar de studiodeuren wordt gelegd, wie zou dan die stap verder niet zetten? Een stap verder was me niet even achter gevraagd. Hè. Dus we zijn er niet gewoon achter lopen met geen dijmas te maken en op een schoen even gaan zitten. Dus ze hebben dat zelf kunnen voorstellen. Dat gewoon niet van langs wordt. Hè. Dus als je een plaat met me mogen zegt, van langs ook, dat is zelfs plezant. Dus wil ik heel geen zin. Dat je een appel kunt maken als groep. En ik vergeet er altijd van dat de gasten waar ze technisch niet zo goed stonden als veel andere groepen, maar dat ze wel een LP kunnen maken, dat vind ik nog het plezantste ervan. Mm. Dat ze er allemaal dikke nek liggen te verkopen en waar mogen dan een LP? En we zijn waar misschien weer. Zeker, I would money. Wie hoort money? En Danny hoort money zingen. Danny hoort dat niet zingen, dat kan onmogelijk. Draaien we nog of... Ja, de bas en de gitaar. Ja, de bas moet nog iets bijstemmen als het kan, hè. Door was in het begin, optreden en dat was juist alles. Dus in hetgeen wat er naar bij komt, dat gebeurt me, dat is gewoon meegepakt. Dat is normaal toch? Enfin, je gaat toch al... Wij zitten hier nu, hè? Je ziet min 2, ik weet niet hoeveel graden, onder Celsius. Zo, hè. Moesten wij nu echt een platenfirma hebben die zegt, ja jongens, je kunt elke dag in de studio komen repeteren, een luxe hotel en zoveel geld. Wie gaat er nee zeggen? Dat is toch waar? Gewoon al die punkgroepen die zo zeggen, we zijn begonnen op de straat en ik weet niet wat allemaal. Dat is allemaal flauwekul. Die mannen die verdienen, ze gaan geld verdienen en ze gaan gewoon een sterrenleven gaan leiden. En dat is het juist, hè. Die realiteit waar de echte punk zich op willen baseren, die staat dus zo rechtstreeks in tegenstelling tot de realiteit, als ik het zo mag zeggen, van de wereld van de sterren en van de rock. Dat ze dus gewoon aan kapot gaan, hè. Wat meteen het vroegtijdig uiteenvallen van de Sex Pistols verklaart. Ja, kunt u de linkerbeen eens naar beneden doen, een beetje? Ja, zo in de hoek, ja. Naar daar toe. Ja. Hoezeer punk ook spartelt en tegenwerkt om uit de klauwen van de commercie te raken, toch schijnt het kwaad geschied. Dure winkels verkopen nu gouden veiligheidsspelden
Kappers knippen punk. Mannequins dragen dure kleren die er goedkoop uitzien. Er komen eens te meer andere tijden, maar niet iedereen ligt daarvan wakker. Maar wij moeten er helemaal niet veranderen. Ik ben op met mijn eigen adres crepeert. Ik heb daar iets gegeven. Daar voel ik wel iets voor wat hij zei. Maar de mensen moeten niet allemaal... Ze moeten wel, je kunt er niet weten hoe de mensen allemaal moeten worden. Ze moeten niet... Ze moeten... Alles zijn ze die wat dat bestaat beneden... van. Ze moeten, moeten zichzelf zijn. Maar ze moeten niet zoals nu allemaal in gegoten worden, zoals nu zo. Maar de punkbeweging heeft dus niks bekeerderigs in zich. Je wilt niet dat iedereen punk zou worden. Alleen afbreken en niks opbouwen. Ja, want ik zal liever zo weinig mogelijk punk zijn. Want... Mensen zouden moeten doen waar ze hoestingen hebben. Het gevoel dat je niks kunt veranderen, dat zit er dus eigenlijk wel diep in. Ja, wat wil je dan gaan veranderen? De mensen zijn uiteindelijk al morgen door het werken. Ze komen thuis kijken naar de televisie. Dan gaan ze slapen en dan een dag terug gaan werken. In de weekend gaan ze een familie op bezoek. En dan is het gedaan. Dat is het leven. Er staan op punks die niks met muziek te maken willen hebben. Die alleen de filosofie of de idee aankleven. Die ken ik niet. Ik denk dat die filosofie met de muziek verbonden is. Die ken ik ook niet. Er zijn wel veel nihilisten en zo, dat pijt ik wel. Maar... Iemand die alleen punk denkt, die ook... Dat gaat niet. Allee. Dat gaat toch, je kunt niet alleen punk denken. Punk is amuseren van ver op een popconcert. Dus als ik niet meer, dan... Op een popconcert? Ja, een punkconcert. Er zijn misschien punkers, als je het zo bekijkt, die punkers zijn zonder dat ze zelf weten. Nee, ik weet niet, dan zijn er misschien al lang punkers. Hè, maar, ik bedoel, punk zoals het nu is, dat zijn mensen die via die muziek zo... Punk wil dat ik zeg, schat dan. Kun je punkers noemen, dan bestaan er al punkers vanaf het begin. Vanaf heel lang. Dan kunnen we een boek schrijven, de geschiedenis van de... Nee, zo gaat dat niet. Bestaat punk eigenlijk wel? Nee, eigenlijk. Nee. Ik geloof dat punk een subtiele poging is van de stad Londen om het centrum van de wereld te worden. Subsidieerd door het ministerie van Toerisme. De grote wil doen aan de familie en kunt het nu doen. Hoi! Well, I think that's rock and roll.